Hoog hier. Juvederm Fulbella. We hebben het al over die lijn gehad, maar wat is de Fulbella? Nou, Juvederm Fulbella is weer een deel van de Juvederm range. Juvederm Fulbella wordt gebruikt eigenlijk voor, nou niet zozeer oppervlakkige rimpeltjes, maar ik gebruik het meestal voor de lippen. Voor de lippen, oké. We hebben soms ook wel eens fotomodellen en die willen... Volle lippen. Ja, die zijn eigenlijk al heel erg perfect en dan willen ze net nog wat meer. Mm-hmm. En de vijand van goed is beter. En dan gebruik ik toch wel de Juvederm Fulbella om net wat te perfectioneren. Ja, het is ook weer een filler. Het is weer een filler, hierdoor de ronduur. De Juvederm Fulbella gebruik je met name dus voor bijvoorbeeld de lippen. Maar je kunt hem ook gebruiken voor toch oppervlakkige lijntjes. Alleen daar gebruik ik dan toch liever de Belotero voor, omdat ik die wat oppervlakkig kan inspuiten. Okay. En ik gebruik het ook soms voor als mensen een hele lichte traangoot hebben. Dus met name ook wel hele perfectionistische klanten. Dan vind ik Juvederm Fulbella een uitstekend product. Oké, en wat kunnen die klanten dan verwachten van het product? Nou ja, gewoon doordat het zo zacht is, kan je er hele subtiele verschillen beter in doen. Beter behandelen. Ja. En ja goed, wat een hyaluronzuur doet, dat is ongeveer een jaar lang heb je er effect van. Duidelijk. Ja. Helemaal goed, ja. Dus je kan deze gebruiken voor onder andere je lippen aan te passen, hè, dat zeg ik goed. Ja. En eigenlijk voor de hele perfectionistische kleine aanpassingen die je bij je jukbeenderen, bij je traangrootte wil doen. Ja, zeg eigenlijk ik het wel. Helemaal ja, goed? Ja, zo zeg ik het goed. Ja, toch? Absoluut. Nou, duidelijk.